Renomi. Welkom op Curaçao. Hoe komt het dat je hier bent? Nou, ik was benaderd door de club, de Bourado. Vorig jaar is er een film van ons gemaakt, van een paar zwemmers in Nederland. En die film die heet 0,03 seconden. Het ligt zo dicht bij elkaar te zwemmen. Als je het haalt, heb je alles. Ook al houd je met de honderdste. En als je het niet haalt, dan heb je helemaal niks. Een paar maanden geleden in de bioscoop geweest in Nederland. En nou mogen we die in Curaçao ook laten zien. Op Curaçao. Daarvoor waren we gevraagd om te komen en om zwemclinics te geven. Nou, ik ben natuurlijk al een paar keer hier geweest, dus daar zei ik geen nee tegen. Helaas kon het niet voor de wereldkampioenschappen, maar ik zei nou in augustus kan het wel. Dus nou hebben we alle tijd om rustig clinics te geven en te genieten van het eiland. Ook een beetje vakantie te hebben. Maar vooral nou ja, hopelijk de zwemmers en de club een bijdrage te leveren. Je hebt de zwemmers van Bourado gezien en die hebben getraind. Je hebt een beetje kunnen kijken. Wat vind je daarvan en heeft het een beetje gewerkt aan je plan? Of are you going to stick to the plan? Nou, we hebben ze net even zien zwemmen en dat was wel goed om van tevoren een beetje inschatting te maken van hoeveel zwemmers zijn er en hoe zwemmen ze en op welke manier en wat is het niveau. Ik denk dat we echt wel nog wat dingetjes kunnen verbeteren, gelukkig ook. Ik heb er veel zin in. We gaan de komende dagen gewoon clinics geven. Ik denk met name de borstcrawl. Open water zwemmen met ferry is natuurlijk sowieso borstcrawl. Freestyle is wel mijn slag, mijn discipline. En ga echt proberen om voor iedereen even zijn eigen specialiteit, een eigen slag, een eigen struggles of punten individueel te verbeteren. En te kijken in de komende week van hoe staat het nu en hoe gaat het einde van de week. En hopelijk dat in 2020 of 2024 iemand van Bourado op die Olympische Spelen staat en dan even wil zwaaien naar mij. Veel succes en dan spreken we aan het eind weer hoe het is gegaan. Heb je een final message voor de kids die zullen komen? Want dit gaat zo direct op de Facebook. Ik heb heel veel zin om jullie te zien en te zien zwemmen. En we gaan er een leuk feestje van maken. En doe je best. En we gaan voor goud. We gaan ons best doen. En ik hoop dat ik jullie wat bij kan dragen.